Hallo allemaal, mijn naam is Dennis en dit is een Celsius-status. Ik ben door een aantal van jullie benaderd betreffende al die Celsius-e-mails en pop-ups van de app op de mobiele telefoon, wat ze precies moeten doen met het stemmen. Ik ga na 1 september voor jullie een video maken waar ik met screen recording die stemming ga doen. En dat jullie dan kunnen zien waar ik allemaal op klik en dan kan ik jullie uitleggen wat iedere statement is en de voor- en nadelen daarvan. En dan kan je voor jezelf een keuze maken wat goed is en wat niet goed is. Waar het op neerkomt is, er is een plan nu klaar. En dat plan moet door ons voor het grootste gedeelte goedgekeurd worden. Daarnaast zit in het stemmen ook opties die je kunt kiezen. Zoals ik het nu begrijp, zijn er een aantal opties. De vorige keer heb ik in een video uitgelegd dat je zoveel procent crypto krijgt direct als het plan is goedgekeurd. En een stukje aandelen. Nu hebben ze ook subopties ingebouwd dat je alleen crypto kan terugkrijgen. Maar dan is het een stuk minder. Dan gaat er een soort boete rente op. Dus dan heb je geen aandelen, krijg je meer crypto. Maar er zit een stukje boete op. Er is ook een optie dat je alleen aandelen kunt nemen. Dus dan wordt er geen enkele crypto uitgekeerd. En zoals ik het nu begrijp, krijg je dan 30% meer op wat je claim is. Dus dat is zeker ook een optie voor een aantal mensen die hun crypto toch verloren hebben verklaard. En dat soort zaken zullen waarschijnlijk in het stemmen te vinden zijn. En het opt-out verhaal. Dat moet ik nog even goed lezen. Wat betekent eigenlijk? Je accepteert alles en je gaat niemand aanklagen. Of ik stap eruit en ik ga zelf die gasten aanklagen voor alles wat ze ons hebben aangedaan. Maar dat raad ik zeker af, want voor dat beetje crypto en al die tijd die je daaraan spendeert, moet je allemaal niet doen. Nou, we hebben tot 22 september, dus wacht eventjes tot na 1 september. Dan ga ik een video maken daarover en dan lopen we door al die stappen heen. Ik moet eerst even natuurlijk mijn video maken over mijn aandelenportefeuille, wat deze maand trouwens bagger is geweest. Maar laten we hopen dat de laatste paar dagen dat nog een beetje omhoog kruipt. Als ik dat gedaan heb, ga ik de video voor jullie maken. Wat jullie wel alvast kunnen doen, dat is in de app je identificeren. Die vraag is bij jullie neergelegd en identificeer je. Waarschijnlijk moet je weer een rijbewijsfotootje maken. En dat is nodig voor straks het uitkeren dat je nummer 1 nog leeft en dat jullie het echt zijn. Want je in al die jaren zou je account gehackt kunnen zijn. Dus dat, doe dat. Dan is dat in ieder geval alvast. En dan heb je ook weer eventjes je login details getest. Dus hier wil ik het even bij laten. Nogmaals. Wacht even tot na 1 september, dan maak ik die video en dan kunnen we met z'n allen dat hele traject aflopen. Voor nu wens ik jullie veel wijsheid en gezondheid toe en dan zie ik jullie in de volgende aflevering. Doei doei.